Wij kennen Pennywise allemaal wel van de film It. Maar Pennywise heeft namelijk ook een heel verhaal achter zich gehad. En dit is ook het verhaal achter Pennywise. Hoe is Pennywise vroeger geweest en hoe is hij nu? Daarom wil ik even iedereen vragen, like nu deze video in 3 seconden tijd. Anders komt Pennywise straks naar jou toe. Weet je, hebben dus 3, 2, 1. En abonneer op de kanaal met belletje aan. Want 1 abonnee is 1 geluk voor jou. En weet je wat? Laten we gaan beginnen met het verhaal over Pennywise. En het begon allemaal in de jaren 1990. Het was 33 jaar geleden. Waarbij papa en Pennywise samen naar het circus gingen. Zo, zoon, heb je er een beetje zin in? Ja, maar natuurlijk heb ik heel veel zin in. Mooi. Laten we even een leuke dag in het circus gaan maken. En raad eens wie er komt? Ik weet niet hoe die clown heet. Deze clown heet ook Pennywise, net als jij. Hoe fantastisch is het dan ook? Ze gaan dus samen naar het circus en de clown heet dus ook Pennywise. Maar zal het circus open zijn? Zo, zoon, we zijn er. We staan echt lang wachtrijen. Moet ik wel echt zo lang gaan wachten hierop? Ja, maar natuurlijk, papa, doe het voor mij alsjeblieft. Ik heet Pennywise, ik hou van clowns. Jongens, jongens, probeer alsjeblieft rustig te blijven. Het circus staat er helaas niet door. Alsjeblieft, blijf allemaal rustig. Hou je gepijst, alsjeblieft. Hey, wat krijgen we nou en wie is die clown? Laat me er even langs, Eikel. Hey. Waarom is circus in godsnaam gesloten en wat denkt u dit vredesnaam te betekenen? Ja, sorry meneer. Er is iemand incidenten gebeurd op het circus, dus ik kan je niet verder helpen. Weet je wat, zoon? We gaan helaas naar huis. Maar papa, kunnen we echt niet gaan dan? Nee, je hebt gehoord wat de meneer zei. Kom, laten we gaan. Papa en Pennywise besloten zich om naar huis te rijden. Alleen ze zijn niet erg blij. Godverdomme zeg. Ben ik helemaal van niets in takken aan het helemaal lopen rijden. En is het gewoon gesloten. Waarom geeft ze een godsnaam niet aan? Ja, echt, ik snap ook helemaal niks van. Ik zweer het je, ik ben er echt klaar mee. Ik ben echt kwaad op dit moment. Op dit moment is papa echt heel kwaad. En dat begrijp ik voor zo'n lange rit. Eenmaal na een lange rit komen papa en Pennywise dus eindelijk thuis aan. Ik zweer het je, potverandrie dubbeltjes zeg. Ik ben echt kwaad op dit moment. Ja, dat snap ik papa. Maar weet je wat, ga lekker slapen. Ja, dat wou ik nu ook aan doen ook. Maar ik wil niet meer horen. En je blijft thuis hè. Oké, papa, ik blijf thuis. Oké, mooi zo. Papa besluit om naar binnen te gaan. Maar wat papa niet weet, is dat Pennywise gaan buiten blijft staan. Dit was Pennywise toen hij nog een baby was en hij stond nog buiten te wachten om weg te gaan. Op het moment dat papa ging slapen pakte hij stiekem de autosleutels en dan begon hij te rijden naar het circus. Papa heeft Pennywise vroeg leren rijden, want hij is naar het circus aan het rijden. En dan parkeert de auto dus, niet zoals hij had gehoopt, maar goed. Zo, eindelijk aangekomen bij het circus. Laat ik even op zoek gaan naar Pennywise. Oké, Pennywise komt dus aan bij het circus en hij gaat dus naar binnen toe. Zou het een beetje een aangename verrassing zijn daar zo? Pennywise is hier samen met de burgemeester. Dan heb je God al verkeerd gedaan. Wat doe je met precies aan dan eigenlijk? Nee. Luister, waarom voor zoveel bezoek is het circus afgekocht? Er zijn zoveel incidenten gebeurd. Dat is niet mijn schuld, ja? Maar weet je wat? Je gaat boeten voor je eigen daden. Oh, nee. Zo, dit liep niet goed af. Kan Pennywise er wel verder? En zou hij de andere Pennywise hebben gespot? Oh my god, Pennywise, dat ben je dan eindelijk. Mijn naam is ook Pennywise. Mag ik je eindelijk aan ontmoeten? Nee. Maar natuurlijk. Maar luister, dit is een geheimpje tussen ons. Niemand weet hiervan, oké, Pennywise? Dat is helemaal goed. Dankjewel. Ik ben echt je grootste fan. En dit gebeurde er 33 jaar geleden in 1990. De burgemeester werd vermoord door Pennywise omdat zijn show niet kon doorgaan. Maar 10 jaar later is de nieuwe Pennywise ook een stuk ouder geworden. Hij is geen baby meer, maar hij is 10 jaar geworden. En zo gaat het nu met hem. Het is 10 jaar later en Pennywise besloot op te staan. Want het is zijn allereerste schooldag vandaag. Zo, ik heb echt totaal geen zin om naar school te gaan. Maar ja, het zal wel moeten weer, hè? Precies, ja. We snappen dat Pennywise er geen zin in heeft. Maar hij heeft het er constant over dat er een clown leeft iedere keer. Papa, ik ga naar school toe. Oké, mijn zoon, dat is helemaal goed. Oké. Pennywise gaat naar school toe en gaat dus eindelijk zijn eerste klas leren ontmoeten. Hij stapt dus op de fiets en hij begint dus extra gas te geven. En op een gegeven moment komt hij dus aan bij school. Het is zijn eerste schooldag, maar het niet-welkomstcomité staat er wel op te wachten. Zo, en waar denk je naartoe te gaan dan, hè? Met je rotklaus iedere keer. Gewoon, ik moet ook naar school toe, net als jullie. Wat is het probleem dan precies? Hey, luister, je gaat ons niet dwarsboom dit jaar, hè? Want als je dat één keer doet, dan steek je neer. Dit loopt dus uit in een ruzie. Hey, alsjeblieft, laat me het rust, doe het niet. Hey, kom dan, ik ga je pakken, vriend. Hey, nee, doe het nou niet, want doe niet zo gemeen tegen mij. Laat maar eens met rust. Hey, luister, blijf staan dan, hè. Nee! Pennywise heeft het tot nu toe al gehad en hij besluit dus naar de klas te gaan. Maar het niet-welkomstcomité staat dus ook daar al op te wachten. Want op het moment dat hij binnenkomt, bevalt het hem niet. Goedemorgen allemaal. En wie ben jij nou precies? Hè? Huh? Luister, ik heb gehoord dat je geobsedeerd bent met Pennywise en clowns. Daar wil ik er dit jaar niet over horen praten, ja? Oké, dat is helemaal goed, maar waarom zijn jullie zo gemeen tegen mij? Luister, dat interesseert me niet. Nou, stel je me voor, dat is een vrouwenklas. Maar dan hoor je wat is dit, dat is al die vrouwen. Want je bent er zelf ook eens. Oké, mijn naam is Pennywise. Ik hou heel veel van het circus en ik ga iedere keer naartoe sinds er iets gebeurd is in mijn jongere jaren. Oké, dat boeit niet, weet je wat? Ga er maar uit. Nou, ben je niet echt zo gemeen dan? Hé, luister goed, hè. Ik zal maar niet zo doen dit jaar tegen ons, hè? Want anders heb je met mij te maken. Oké, ik hou weer weg. Doei. Eindelijk.
Doei doei. Echt, wat een sukkel zijn het ook allemaal. Wat zeg je daar? Niks hoor, laat maar gaan. Doei. Hij wordt zonder enkele welkomstvorming ontvangen, maar hij gaat de klas uit. Pennywise is de klas uitgestuurd omdat hij een fascinatie heeft met clowns. Dat heeft hij altijd al gehad, maar iedereen is er een beetje klaar mee. En dat is ook wel duidelijk te zien op deze school. Maar op het moment dat Pennywise naar buiten gaat, gaat het niet veel beter. Hé, hey, luister dan, G, je bent de slechtste leerling ooit, hè. kom dan, G. Nou, laat me rust alsjeblieft. Zeg eens even Pennywise. Jouw naam alleen al. Hè? Huh? Clown. Alsjeblieft, laat me gaan. Nee, ik laat je niet gaan. Nou, Pennywise heeft toch besloten om te gaan fietsen. En jawel, ze moesten wel laten gaan, want ze kon niet bijhouden. Gelukkig is Pennywise maar weggekomen. Maar uiteindelijk is hij dus thuis aangekomen en dit gebeurde er. Pennywise is het helemaal zat en hij besloot dus thuis aan te komen. Hij heeft namelijk een brief ontvangen en dat wil zijn vader hartig aan hem vertellen. Dus hij besloot om naar binnen te gaan en de brief namelijk aan Pennywise door te geven. Zo, zoon. Ik heb dus een brief voor jou ontvangen. Luister, ben ik niet zo heel blij mee eigenlijk. Hoezo dan eigenlijk precies? Luister, je doet totaal niet je best op school. En daarnaast deze brief komt van Pennywise zo af. Wat is dat allemaal weer nou, jongen? Ik weet niet. Wat bedoel je nou precies? Hey, luister, in je kinderjaar was er een ander verhaal geweest. Maar dit kan gewoon echt niet meer, jongen. Ik zweer het je. Ik wil gewoon liever dat je niet meer terugkomt. Ga mijn huis uit, nu. Oké, ik ga weg. Pennywise is het huis uit getrapt door zijn eigen vader. Maar hij had dus besloten om stiekem nog even op zijn kamer te gaan wachten tot het 's avonds is. Hij leest de brief en hij ging er dus gewoon op af. Pennywise kreeg namelijk een brief van Pennywise en hij besloot om naar het circus te gaan. Hij heeft zijn koffers ingepakt en hij komt dus niet meer terug thuis. Maar waarom moet hij eigenlijk naar het circus toe? Is Pennywise in gevaar? Daar komt deze Pennywise hier namelijk achter. En gaat deze nieuwe Pennywise de oude dan uiteindelijk vervangen? In ieder geval komt Pennywise dus aan bij het circus en hij stapt dus van zijn fiets af. Hij besloot dus om naar binnen te lopen. En jawel, het circus staat dus heel groot en duidelijk op. Pennywise staat dus op hem te wachten, want het is niet zomaar. Hé, luister Pennywise, ik heb een verzoekje namelijk. Zou je mijn rol willen overnemen alsjeblieft? Ja, natuurlijk zou ik dat wel graag willen. Maar hoezo dan eigenlijk? Ik denk dat ik te oud word en ik denk dat ik beter kan stoppen met mijn beroep. Hey, Pennywise, achter je. Wat gebeurt er precies? Ah! Wat heeft dat betekenen? Pennywise, je gaat lekker de brandstapel vriezen. Waarom ben je zo gemeen tegen Pennywise? Hé, hey, ga je soms bemoeien of wat soms, hè? Ik zou als ik jou was maar gewoon lekker naar huis gaan, want ik hoef jou niet meer te spreken. Oké, ik ga weg. Pennywise besloot zijn weg te gaan en hij fietst dus uiteindelijk naar huis toe. Hij rende tegen een dame, maar goed, kan gebeuren. Hij pakt dus zijn fiets en hij gaat dus weg. Maar zou het allemaal nog voor hem goed aflopen en gaat hij de nieuwe rol van Pennywise overnemen? De oude Pennywise is vermoord door een of andere random grappie. Ik denk een vader van iemand uit de klas. Maar het is de volgende ochtend en Pennywise ging gewoon weer naar school toe. De tweede schooldag voor Pennywise is aangebroken en hij besluit weer terug te gaan. Alleen dit keer laat hij het niet meer over zich heen lopen. Hé, hey, wat moet je dan, hè, G? Hé, hey, wat denk je dan maar niet? Nou, je ziet het, Pennywise laat het echt niet meer over zich heen lopen. Hé, hey, Pennywise kon weer terug aan op school en hij besloot verder de klas te gaan. Alleen hebben de klasgenoten namelijk buiten gezien wat er gebeurd is tussen Pennywise en de drie jongens. Hij kwam de klas in en nogmaals, het niet-welkomstcomité staat er weer klaar. Zo, goedemorgen Pennywise. Dit is je eerste en de laatste les, want je hoeft niet meer terug te komen hoor. Luister, wat heb je gedaan hè, met de andere klasgenoten? Niks hoor. Hoezo? Ik bedoel, niks gedaan. Hoe bedoel je, er is niks gebeurd. Je hebt mensen vermoord. Je bent echt ziek in je kop, Pennywise. Ik zweer het je. Ga maar gewoon weg. Kom niet meer terug, oké? Ga je niet melden bij de directie. Oké, ga ik doen. Echt waar, jullie zijn verschrikkelijkste van allemaal. Ik word gepest en ik moet alles voor opdraaien. Hallo, jij pleegt toch een moord of wat? Nou, maak me geen reet meer uit. Weet je wat, ik ga wel melden, oké? Ik zweer het je, wat een rotklas. Pennywise komt aan bij de directie, alleen de directie is totaal niet blij met zijn komst. Pennywise, dit is je eerste en laatste dag. Ik hoef je nooit meer terug te zien op school. Je bent echt te ver gegaan, vermoord mensen en weet ik wat. Ik heb je toch al nooit gemogen, je bent gewoon een zak. Dus weet je wat, ga maar weg en ik hoef je nooit meer te zien. Oké, ik ga weg. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Altijd krijg ik het geschoten gezeik, weet ik voor wat. Ik hoef niet eens meer te leven. Pennywise besloot om weg te gaan, want hij zit er niet meer zitten. Maar ik heb een veel beter idee. Als niemand me mag, als niemand me toch leuk vindt, dan ga ik mijn eigen route wel op. Dan ga ik mijn eigen baas wel spelen. En dan kan mensen wel echt spijt hebben van wat ze gezegd hebben. Ik besloot om lekker in de weg te fietsen. En weet je wat? Ik een wraak nemen. Maar dan moet ik eerst even wachten tot het 's avonds is. Wat mag ik tot hij thuis komen nu? Pennywise heeft flink gezeik gehad met zijn burgemeester. En hij is gewoon van school afgetrapt. Maar hij moet dus wachten op de avond, want hij gaat dus naar het circus toe. De avond is aangebroken en Pennywise besloot om naar het circus te gaan. Maar niet zomaar. Hij besloot van zijn fiets af te stappen. En hij besloot daar een of ander tentje te gaan waar zijn kostuum ligt. Want dan gaat ze namelijk omkleden. Dit is niet meer de Pennywise die we gaan kennen. Maar deze Pennywise wordt vanaf nu een demonisch eng figuur. En alles ligt daar vast klaar in deze kledingdoos. Hij is omgekleed en tada, daar is Pennywise. Nee, 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 nee. Nu kan ik lekker doen wat ik wil. Mijn leven, mijn ziel. Hier, vang het. Lekker liggen, mevrouw.
Dat betekent maar één ding. Ik ga lekker wegfietsen. Ik wil toch niks meer van iemand te maken hebben. Want niet meer mag het toch. Ze hebben me allemaal psychopaat gemaakt. Pennywise is echt een psycho, ja. Psycho Pennywise komt dus aan bij zijn oude huis waar hij niet meer welkom is. Maar hij wil het wraak nemen. Hey, hallo. Wie is hier naar binnen gekomen? Hallo. Kun je even zeggen wie je bent? Want Pennywise, als jij bent, je bent niet meer welkom, hè? Hoezo lach je? Nee. Pennywise heeft dus zijn eigen vader neergestoken. En dat is omdat hij uit huis is gekikt. Goedemorgen! De ochtend is aangebroken en Pennywise besloot om terug naar school te gaan. Maar niet als klein kind, maar als Pennywise zelf. Hij kan het niet meer aan wat er gebeurd is. Dus hij pakt zijn fiets en hij fietst als een sodemieter naar school toe. Alleen besloot Pennywise via de achterdeur naar binnen te gaan. Dus wat doet hij? Hij fietst naar de achterkant van het gebouw toe en hij gaat via die kant naar binnen toe. Hij weet dat de juffrouw 's ochtends altijd naar het toilet gaat. Het is een bepaalde tik die ze heeft. En daar gaat hij mooi gebruik van maken. Want op dat moment besluit hij dus naar de wc-hokjes te gaan. Nee. Hallo? Wie is nou precies in de wc dan? Nee. Hallo? Wie ben je dan? Van wie zijn die voeten? Hallo? Kun je even je naam zeggen alsjeblieft? Nee. Ik vind het echt niet meer leuk. Wie ben je? Zeg nu. Hallo? Help! Nee. Eigen schuld. Pennywise heeft uit wraak zijn eigen juffrouw vermoord. Maar nu er geen juffrouw meer voor de klas staat, zou Pennywise dan een nieuwe leraar worden? Pennywise heeft het gehad en heeft besloten dus terug naar de klas te gaan. Zo, goedemorgen leerlingen de leraren. Welke leraar is het dan nog, hè? Nou, wat een zielenpoten zijn jullie dan eigenlijk ook, hè? Hé, hey, laat het met rust. Oh ja? Ga je zo beginnen? Pennywise besluit om naar buiten te lopen. Maar op het moment dat hij dat doet, staat er nog iets op te wachten. Hij ging dus langs de directie en hij legde daar dus een brief neer. Moet ik daar wel naartoe komen? Het circus. Interessant. De directeur kreeg een brief met de vraag of hij naar het circus moest komen. Maar of hij dat gaat doen, dan moet hij nog even in overweging nemen. De avond is aangebroken en dit zou zomaar de laatste avond kunnen zijn voor de burgemeester. De directeur besloot dus om naar het circus te komen. Maar wat hij zich niet beseft, is dat zomaar zijn allereerste en zijn laatste avond op het circus kan zijn. Want hij komt dus naar binnen toe en Pennywise komt daar dus ook. Nee. Hallo? Wie is er nou precies? Nee. Hallo, mijn naam is Pennywise. Pennywise? Wat doe jij daar nou precies? Hoe zie je er in één keer uit, Pennywise? Nee. Luister, het is tijd voor wraak. Doe het nou niet. Doe het mij niet aan. Ik spijt me echt heel erg. Goodbye, Mr. Directeur. Avontuur zit er dus op en Pennywise heeft dus de directeur neergestoken. En dit was dan het verhaal achter Pennywise. Van vroeger tot nu. Heb jij genoten van deze video? Like dan deze video. Laat even in de comments achter wie ik de volgende keer moet pakken. En dan zie ik jullie later terug bij een nieuwe video. Adios.